Minder vrachtwagenoverlast in Oegstgeest. Villa Voorschot is nu eindelijk een feit. En weinig geld, en toch goed gekleed. Welkom bij het Unity TV-nieuws van maandag 16 maart. Nu duidelijk is dat het bedrijf Flora Holland een aansluiting krijgt op de westelijke afrit van de A44, brengen we de voordelen voor Oegstgeest in kaart. Wethouder Wendelien Teunjan legt het kort en krachtig uit. Nou, dat betekent een enorme afname in autoverkeer en vrachtverkeer. En dat is heel prettig, vooral voor de mensen die er direct omheen wonen. Dat wil zeggen 13% minder auto's en vrachtwagens, minder fijnstof en minder geluidsoverlast. Daarnaast is het heel fijn voor de flora, want het is een betere ontsluiting van het gebied al daar. Provinciale statenlid Alfred Blokhuizen van GroenLinks heeft geen duidelijke antwoorden gekregen op vragen over de gefaseerde aanleg van de Rijnlandroute. Ook veel gedeputeerde staten voorlopig niets doen aan de dringende oproep van bewoners en bedrijven wat betreft doorstroming van verkeer naar de N206. Statenfracties worden veelal apart en op een later moment geïnformeerd. GroenLinks vreest nu dat de provincie zal wachten met het oplossen van knelpunten bij het Lammerschansplein en Leiden-West, totdat de boortunnel onder Voorschoten is aangelegd. Villa Voorschot is een feit. 16 jongeren hebben zondag de sleutels van hun studio gekregen. Ze kunnen daar vanaf begin april onder begeleiding wonen. 5 jaar geleden klopten ouders bij de gemeente Voorschoten en woningcorporatie de sleutels aan met het plan om een woon- en werklocatie te bouwen voor hun jongvolwassen kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. Deze jongeren hebben 24 uur begeleiding nodig. Hoe gaat het de komende tijd verder? Je hoort het van initiatiefnemer Paulien Hille. We gaan nu allemaal inrichten. Ouders komen nu, de jongeren komen hier ze helpen uitzoeken wat voor hun bedden ze willen, wat voor meubels. En wij zijn zelf ook hard bezig met de algemene ruimte in te richten. Dus de 2 woonkamers, de dagbestedingsruimte, werkplaats, theeschenkerij. Het plan van de Leidendorpse politiek om in de plas in de Munnekepolder een recreatieeilandje met een zandstrand te maken wordt niet door iedereen enthousiast ontvangen. Volgens het Leids Dagblad zien Scouting van der Does, de vereniging IJssport Leidendorp, de kanovereniging Rijnland, de Rijnlandse Molenstichting en de Leidendorpse Reddingsbrigade het niet gelijk zitten. Het eilandje kan een hangplek voor jongeren worden en er is angst voor rotzooi. De bezwaren zijn in een brief aan burgemeester en wethouders duidelijk gemaakt. Stichting Leiden Helpt heeft maandag aan de Hoge Rijndijk het Leids Trefpunt geopend. Het is een kledingbank bedoeld voor mensen die het minder breed hebben. Het Leids Trefpunt werkt volgens een nieuw concept, waarbij ze meer bieden dan alleen kleding. Nou, je ziet zo, als je binnenkomt, dat het in het pand dat we voor alles hebben. Zo, we hebben kleding. Nette colbertjes. Wordt allemaal op maten en op kleur wordt het hier opgehangen. Alles is schoon, het wordt gestreken en gewassen en noem maar op. Nou, per 3 maanden mag je per persoon 2 sets kleding mag je meenemen. Dat is helemaal gratis, er staat niks tegenover. Dus we hebben alle voor vrouwen, voor kinderen, voor volwassenen. Nou, als je omdraait, zie je dat we hier ook een speelgoedhoek hebben. Speelgoed is het zo, het is eigenlijk te leen, maar mensen hoeven het niet terug te brengen. Dit zijn de kinderboeken, deze hele kast staat vol met kinderboeken. Het staat allemaal gesorteerd van de leeftijd naar beneden. En achter hebben we nog meer boeken en dat zijn allemaal voor de volwassenen. Nou, verder hebben we natuurlijk nu alleen even de winterkleding. De zomerkleding komt er allemaal aan. Ja, voor wie is dit bedoeld? Het is bedoeld voor de mensen die dus eigenlijk niets hebben. Je hebt een hele grote doelgroep wat net buiten de boot valt. Dus de mensen die bij de voedselbank lopen zijn van harte welkom. Maar ook de mensen die net iets te veel verdienen voor bij de voedselbank te komen. Want die vallen namelijk overal tussen. En die hebben ons harder nodig als de mensen die eigenlijk al bij de voedselbank lopen. Want deze groep valt nu tussen wal en schip. De kledingbank is voor hen een noodzakelijke aanvulling om rond te komen. Ja, heel belangrijk. Vooral voor mensen die minder hebben.
En ze leven met leefgeld en zo. En dit is echt goed voor hun. Heel belangrijk. Want als je ziet wat voor kleding hier is. Het is niet alleen tweedehands kleding. Maar gewoon hartstikke nieuwe kleding. Voor kinderen kan je hier van alles halen. Je hebt hartstikke leuke boeken. Ook voor volwassen boeken. Je hebt muziek. Nou, ik ben meer voor kleding. En voor misschien voor een speelgoed voor mijn kleinkinderen. En zo. Yeah. Ik kan zelf niet kopen. Nee, is het echt nodig? Echt nodig, ja. Maar ondanks dat het Leids Trefpunt net pas is geopend, zijn er nu al zorgen over de toekomst. Het pand waar ze zitten moeten ze namelijk op 1 oktober verlaten. Gezamenlijk met wethouder Roos van Gelderen wordt er gezocht naar een permanente oplossing voor de stichting. Nou, ik maak me in zijn algemeenheid hard voor dit soort initiatieven om te zorgen dat die ook kunnen slagen. Want we zeggen ook tegen de mensen in Leiden dat het belangrijk is om te zorgen voor elkaar en initiatief te nemen. En op het moment dat mensen dat dan ook doen, dan moet je natuurlijk wel als gemeente ook kijken in hoeverre ze dat ook kunnen blijven doen. Dat vind ik gewoon verantwoordelijkheid van ons. Gaat er iets gevonden worden? Ja, daar ben ik bijna van zeker. Dus mijn streven is dat er binnen 5 jaar dit wat wij hier in Leiden hebben door heel Nederland zit. Dat is mijn streven. Dat wil ik over 5 jaar wil ik dat gerealiseerd hebben. En dat pand, die gaat er gewoon komen. Desnoods vind ik er een sponsor voor die dus een maandbedrag geeft voor de huur. Het weer dan nog. Het was een dag met geregeld zon, af en toe een wolkje en middagtemperaturen van 1 graad of 11. Lucas Taams uit Voorschoten maakte voor ons een foto bij het Sint-Nicolaaspad. Vanavond wat lichte bewolking, het blijft overwegend droog, het kwik daalt naar 1 graad of 3. Morgen strak blauwe lucht en heel veel zon bij middagtemperaturen van zo'n 15 graden. De rest van de week is het vooral bewolkt. Af en toe schijnt de zon. Het blijft droog bij temperaturen van zo'n 10 graden. Tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Dinsdagmiddag om 5 uur melden we ons weer. In de tussentijd houden we je op de hoogte via Unity FM op 105.7 FM en onze website unity.nu. Ik wens je nog een fijne dag.